Bijna 2 uur had ik in Gelderland langs de rivier gewandeld. Een gezonde, oppassende ontspanning die honger kweekt. Ik besloot daar iets aan te doen toen ik in zo'n dorp kwam dat zomers vakantiegangers herbergt, maar nu een verlaten, nutteloze indruk maakte. De pensions waren buiten bedrijf. Maar midden in het dorp vond ik een wat verwaarloosde villa waarvan de serre de pretenties ener ook nu begaanbare eetsalon vertoonde. De ondernemer leek mij een vrolijke knutselaar. Met behulp van verfdoos en figuurzaag had hij een aantal reclameborden vervaardigd. Je zag bijvoorbeeld een in koddige trant geschilderde dikke man die blijkens een uit zijn mond komende wolk riep: hier ga ik zalig smullen. De wat ranzige, doch onvermijdelijke slogan: de koffie is bruin, hing naast de blijde verzuchting: hé ja, een babybal. En op een groot bord stond met een zeker gebrek aan nederigheid: ik heb het heerlijkste broodje ham ter wereld. Ik besloot dat dan maar te gaan proeven en ging de geheel ledige serre binnen. Nog voor ik mijn regenjas had losgeknoopt, kwam een meisje van 1 jaar of 8 op een drafje aangelopen en vroeg licht hijgend: wat wilt u gebruiken, meneer? Nou, geef mij het broodje ham maar en een kop koffie, zei ik. Ze nam mijn jas van me aan en trippelde ermee naar de kapstok. Op dat ogenblik verscheen een jongen die ik op 1 jaar of 12 schatte. Hij trad op mij af en vroeg: wat wilt u gebruiken, meneer? Het was een soort horeca, maar Durodan. Ik heb het al aan haar opgegeven, zei ik. De jongen wierp een vernietigende blik op het meisje dat met een klein vals lachje reageerde en zangerig riep: puhe, puhe, ik weet het lekker toch al, een broodje met ham met koffie, puhe, puhe. Verbeter, riep de jongen tegen haar, als je me dat nou nog 1 keer lapt, hè, dan zal ik je toch een lel geven met een end hout. Het meisje stak de tong uit en verdween in het keukentje. Je zusje zeker, veronderstelde ik. Hij knikte somber. Is die zaak hier van jullie? Vroeg ik, maar hij glimlachte niet. Hij zei: mijn ouders zijn even naar mijn oma. Die is ineens in het ziekenhuis. En mijn vader heeft duidelijk gezegd: ik mag de klanten ontvangen en de bestellingen opnemen. Dat mag zij helemaal niet doen. Zij mag alleen de jassen ophangen, maar het is zo brutaal kreng. Gerinkel in het keukentje deed hem zijn zin abrupt afbreken. Hij ijlde erheen. Blijf er dan af met je tengels, hoorde ik hem roepen. Ik maak het klaar, hoor je. Jij mag straks de vaten afwassen. Ja, kom er eens aan, als je durft. Kom er eens aan. Nu viel er duidelijk een hoorbare klap, gevolgd door aanzwellend meisjesgedrein. Rottert, riep ze. Ik stond op en ging het keukentje binnen. Het meisje zat treurig snikkend op een krukje, terwijl de jongen woedend ham op een broodje legde. Nou moet je zusje niet slaan, zei ik bemiddelend. Dan moet ze er maar met de poten vanaf blijven, antwoordde hij. Ik mag best ook wat doen, huilde ze. Luister nou, zei ik tegen de jongen. Als jij het nou klaarmaakt, hè, laat zij het dan straks bij me brengen. Huh? Wees nou redelijk.
Want mijn sterrenbeeld is een weegschaal. Eerst wilde hij er niet aan. Hij was een kreeft, denk ik. Maar na bewogen aandringen mijnerzijds zwichtte die eindelijk met een norse knik. Zo kwam het dat ik even later werd bediend door een betraand kelnerinnetje dat met een snikje zei: alsjeblieft, meneer. Nou ja, het heerlijkste broodje ham ter wereld was het niet, maar wel het gekste.